Habibis, welkom bij een nieuwe Soso Review. Vandaag zijn we bij restaurant Ramses. Kijk het hier. Mooi Egyptisch restaurant. Halal, everything. You know, chop good, eat sweet. Vandaag we hebben een serieuzer speler bij de hand. Hey, Jessen Tekpawi. Erlijn, laat vallen. Kom maar, volg. Hoe is het, jongen? Hey, corona. Hey. Andere al meter, hè? Hoe is het? Lekker, man. Lekker? Ik heb gewoon, je gaat vanaf mee? Ja, toch. Wat gaan jullie dan? Je gaat zo zien, we gaan lekker eten, man. Ja? Maar je moet wel eerlijk zijn, hè, over het eten, hè? Zeker, bro. Zeker. Ja, toch? Rustig, bro. Moet je proeven? Broer, ja, man. Ik zeg eerlijk, ik vind hem wel lekker. Maar die prik, man, ik kan niet zo van een prik. Dus cijfer. Ik geef niet in cijfers, man. Ik praat in sterren. Oké, sterren. Nou, geef ik hem 4 sterren, man. Ja? Ja? Door die prik? Door die prik, man. Ik geef gewoon 5, man. Tuurlijk heb je 5. Nog nooit dronk je gewoon perfect, bro. Ja? Super, bro. Dus, ja. Dus als je. Wat kan met deze dan? Is water, jongen. Papa. Ja, mint schoonmaken. Nee, bro, wat zeg je? Citroen. Oké, drink dan. Nee, of doe zo gewoon met je hand zo snel. Review time. Maar wat hebben mensen te zeggen over restaurant Ramses? Oké, dan. Laten we dat eens kijken. Ja, wat denk je? Goeie reviews? Ja, die boekertje is wel lekker. Oké, Van Dijk. Food. 5 van de 5 sterren. Ja. Delivery. 5 van de 5 sterren. Hey. Eten was heerlijk, warm en de bezorger was vriendelijk en vrolijk. Ga zo door. Veronica. Food. 5 van de 5 sterren. Delivery. Het eten is altijd goed naar ons idee en dit keer was de bezorgd ook fijn op tijd. Bezorgen. Ik ben benieuwd, ouwe. Oké. Jeetje. Laten we even kijken. Ik denk niet. I can help you out. 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 Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder I do. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. Hai, het is gearriveerd? Ja, man. Even kijken. Spare ribs, patat. Oké, laat me kijken naar het bestekje, toch? Kijken of het schoon is. 5 van de 5 sterren. Schoon. Ik had 1 keer een review gezien, hè? Luister, ik had 1 keer een review gezien. Ik zweer het, en mensen hadden gewoon rijst erin gezet. Nee. Maar dan zou het zo erboven. Ik zweer, ja, ja, man. Dus ja, toch. Proost, patat. Ga het niet zo proberen. Ja, maar ze hebben nog kruiden erop, weet je. Patat kruiden? Ken je die kruiden, weet je toch? Wat doe jij? Nou, die patat niet erboven. Hij is wel lekker, man. Ik vind die patat goed doorgebakken. Ja, man. Ik ga nu een hap van die burger nemen. Ja. Weet je toch? Als je die burger wel even wat verder kan filmen voor die mensen. Weet je toch? Ik weet je krijgt honger. Hij ziet er wel lekker uit, man. Pak deze bij. Pak deze bij. Dan. Oh my god! Wow! Pas een avi, bro. Dat eet gewoon normaal, bro. Ja, bro. Ik wil eigenlijk met mijn handen eten. Kijk. Oh, ga je gewoon met je handen eten? Ja, man. Hij is echt lekker, hoor. Ik doe lastig zomaar, hoor. Ik doe zomaar interessant. Gewoon best met je handen, zo. Die saus is gruwelijk. Ja. Dat is lekker, hoor. Ja, man. Laat me even die hapje van die burger nemen. Bro, maar hoe kan ik deze erop, bro? Ach, eet die burger ook. En, wat vind je? Nou, ja? Man, echt, man. Wat is jouw indruk, man? Ik vind het lekker, man.
Maar toen je zo binnenkwam, je weet wel. Toen ik binnenkwam, ik ga eerlijk zeggen, Egyptisch restaurant, ik weet niet wat ik van tevoren kon verwachten, weet je toch? Mijn aandacht ging gelijk daar, de cheesecake daar zo. Ja. Jongen, we gingen zitten zo. Ja man, het is goed man. Ja. Weet toch, als je een dame hebt, heb je een dame. Nee man. Geen relatie. Kom nu ook al, man. Dus jij kan nu gewoon zeggen, ik heb geen vrouw. Nee. Kijk, lekker man. Oké. Okay. Maar die eten zo lekker, ik kan niet eens vragen bedenken. Hoe ben je hier op gekomen? Oh, om te gaan vloggen. Of zeg maar reviews te maken. Gewoon reviews, je weet toch? Kijk, je weet toch? Ik ga een beetje onderzoek starten. Op YouTube toch? Wat doen mensen? Ik zie heel veel mensen doen interviews, andere dingen. Ik dacht van, weet je wat? Ik ga dit doen. Reviews bij mensen langs, een beetje mijn eigen manier. Ja. Weet je toch? Ja. En niet veel mensen in Nederland doen het, man. Ja. Niet veel mensen, de mensen doen het in Nederland. Ja. Dus daarom, weet je toch? Wat vind je ervan eerlijk? Interessant, hou je. Nee, maar dat ik reviews doe, wat vind je daarvan? Wow, die ken je al lang toch? Dat is een rare schat. Wow. Dus, bro, je kan gewoon televisie kijken en eten tegelijk. Ken je niet? Ja. Heb jij niet? Heb jij niet thuis? Shut the fuck up! Ja, waar zijn we? Ja, wat je ervan vindt dat ik zeg maar... Kijk, al lang toch? Ja. Sarah, als ik jou opeens op YouTube zie, hier toch? Ja, dat, ik hoor dat van veel mensen je toch? Je weet toch? Oh, jij mag geen saus, hè? Utrecht, hè? Ik heb geen saus, bro. Ken je die? Afrikaanse manier. Ah, jij wist niet? Hij wist niet. Jij wist niet, hè? Hey, cameraman. Zoals altijd, ik zeg eerlijk, ik hoor je buik weer grrr doen. Nee, kom goed, cameraman gaat ze ook eten. Maar achter de schermen. Kom goed. Vind je hem lekker eerlijk, man? Ik vind hem echt lekker. Cijfer 0 tot 10. Gewoon geen sterren, maar cijfer. Moet ik echt eerlijk zijn? Ja, gewoon eerlijk, man. 8. Ja? 8, ja, man. Waarom geen 9 dan? Kanoonslag. Je kan niet, hè? Hij moet die kanaal nu al kapot maken, maar... Weet toch, alles lekker. Maar ik vind zelf dat die saus iets zoeter kan. Vind ik zelf, hè? Je weet toch? Van die spedips. Daarom, hier toch 8, hier die 9. Ja? En die zo die prik toch niet drinken. En jij? Wat is jouw eerlijke opinie? 9 hoor. Maar waarom 9? Je kan zeggen 9. Waarom? Weet je waarom? Oh nee. Fuck no baby! Hey, iemand vraagt naar jou, maar ja, waarom is dat? Ja, gewoon zo. Wat is dat broer? Ik weet niet waarom. Man. Maar luister, ben je ook internationaal speler? Ik heb wel van mokro gespeeld, man. Ja? Ja, man. Hoe was dat? Je ziet die Franse mokro's toch? Ja? Spaanse mokro's, ja, man. En? Ja, dat was wel leuk, man. Mooie ervaring, ja, man. Wil je toch Engels praten en zo? Kan je goed Engels? Normaal. Kan je wat zeggen in Engels? You know. Alleen dat. Wait a minute. Nee, ben je gek. Oké, kan je dit zeggen in het Engels? Ik ga nu naar de winkel. Kan je niet? Jawel, broer. Wat zeg dan? Rustig. Wat zeg dan? I go to the shop now. Lekker man. Toch niet? Oké. Okay. Maar oké, serieus. Ja man. Het is echt dan. Hoe is dat? Jong. Hij is bescheiden. Hij houdt niet zoveel praat. Je speelt ook met Chris toch? Dat is wel eerst dan. Ja. Het is wel gewoon bij jongen toch? Ja man. En hoe gaat het dan? Lekker? Gaat wel lekker man. Ja. Maar ik heb wel altijd gewoon zin. Gewoon, je weet toch? Gewoon lekker trainen zo. Maar heb je dat niet zo van dat je denkt... Af en toe heb ik denk van een lange dag toch, mm-hmm. Maar nu met deze corona is dat niet echt zo, weet je toch? Gewoon een hele lange dag of zo samen, weet je toch? Afstand houden en zo, weet je toch? Ja. Maar hé, luister dan, je hebt gewoon zo'n dag van Bali toch? Je gaat trainen, en daarna? Gewoon daarna, gewoon chillen, maar gewoon osso man. Maar elke dag gewoon zo? Niet elke dag, gewoon, ja, wat doe je? Oh, lekker dorst. Ik had dorst, broer. Nou gewoon, je weet toch, je hebt Bali gehad, getraind, dit dag. Klaar, je gaat naar Oslo dan. En daarna? Je bent vrij, daarna ga je gewoon naar huis. Maar zit jouw dag een beetje dezelfde dag elke dag eruit, of niet? Ja, soms hebben we kracht, besprekingen zo, je weet toch? Ja. Soms hebben we geen kracht, je weet toch? We moeten ook lunchen op de club en zo. Oké, mag ik één ding zeggen? En die goal tegen Ajax? Ja. En die goal. Ik wist dat je dat zei. Je voelt je wat de man toen eerlijk toch? Ja, was er lekker in nou. Ja, was er lekker maar, in. Kleine vraag, hè? Was dat de winnende gewoon? Soort van, was 2-0 toch? En daarna maakte zij nog 1. Ja man, oké. Okay. Ja man. En de eerste keer toen je bij Jong zat. Eerlijk, wat dacht je? Had je spanning? Je komt de dead boys. Luister dan, jij zit daar gaat vertellen. Kijk, die voor het spel,
maar sneller toch? Ja. Serieuzer. Meer, je weet toch? Daar schreeuwen ze op jou, hè, als je gewoon gekke dingen doet. Ja, gewoon dat toch? Gaan ze je op je schreeuwen? Daar zijn ze ook feller en zo, meer kort op je en zo, je weet toch? Ja? Ja, man. Maar wat, hoe kon je gewoon, of ja, man, moest je weer een beetje verder? Ik doe gewoon mijn dingen, hoor. Ja? Ja, man. Wat ik bij AI laat zien, wil ik ook gewoon bij jongen laten zien, je weet toch? Ja, man. Dat gewoon, man. En je moet één deze instelling hebben? Vandaag, ik ga die speler kapot maken. Ja. Van mij en jou? Ik heb gewoon de instelling, vandaag moet ik gewoon hard trainen, je weet toch? Kapot van training. Ja. Gewoon dat. Maar hey, vind je lekker? Wat dat is weg, broer. Wat dat is weg. Ja, man. Dames en heren, jongens en meisjes, wij gaan door eten. Ja toch? Dus een kleine, je toch? Was een kleine, kleine gesprek met deze. De taart is gearriveerd. Red Velvet. Hier gaat allemaal aandacht heen. Ik hou sowieso van Marokkaanse thee, dus ik ga hem proberen. Maar is warm, hè, broer. Ja, maar je moet handelen, broer. Lekker, hè? Nog eentje, ik heb hem niet goed gepakt. Ja, man. Dit is die echte. Ja. 5 sterren. 5.5. Even kijken wat je van die... Taart, hè? Ja, man. Jesse mag niet, hè? Hij moet op voeding letten, hè? Weet je het? Hij mag niet. Uit orde, man. Ja. Vind je hem lekker eerlijk, man? Tuurlijk. Ik heb toch door? 5.5, man. Sterren of ding? Ja, gewoon 5 sterren, bro. Oké, okay, maar gewoon bij mij 0 tot 10. Wat is het nou? 10. Holla. Ja? 2 present 10. Ja. Gewoon. Gevaarlijk, Habibi. Ja. Gaan we doen. Nou, weet toch? Ik ga die taart eten. Dit is het einde van de review. Like, subscribe. Deel met je moeder, je vader. Je weet het, als je het niet doet. Je weet, ik zie het. Dus doe het. Jesse, ik weet niet of je nog wat te zeggen hebt. Ja, man. Liken, delen, weet toch? Volgaan. Volg die man ook op Instagram. Televisie, alles. UPN League, hij gaat vlammen. Ja, toch. Ik hou van jullie, wel lekker van jullie. Echt. Mm-hmm.